Paragraaf 5.3 gaat over hoe Duitsland, Italië en Japan uiteindelijk worden verslagen. Dan gaan we niet echt per se heel erg in op Italië, maar die wordt ook verslagen in ieder geval. Goed, twee jullie voor deze les eigenlijk mag. Jullie kunnen uitleggen waarom de slag om Stalingrad als een keerpunt gezien wordt in de Tweede Wereldoorlog. En jullie kunnen uitleggen wanneer de Tweede Wereldoorlog nou eigenlijk voorbij was. En dan beginnen we op 22 juni 1941, wanneer Hitler de Sovjet-Unie binnenvalt. En dat was eigenlijk niet per se de bedoeling. Want hij had een, een niet-aanvalsverdrag getekend met de Sovjet-Unie. Waarin werd afgesproken: van, wij gaan elkaar niet aanvallen. We gaan onderling gaan Polen verdelen, maar wij gaan elkaar niet aanvallen. Maar deze aanval is eigenlijk helemaal geen verrassing. Vooral als je er rekening mee houdt dat dit eigenlijk Hitler's soort van kruistocht was. Hij zag dit als zijn ultieme missie om de Sovjet-Unie nou ja, te vernietigen eigenlijk. Ten eerste wilde Hitler het Russische grondgebied. Wilde hij innemen voor het Duitse volk. Want Rusland is een enorm land, is het nog steeds. De Sovjet-Unie was nog groter. En hij wilde dat gebied wilde hij innemen voor het Duitse volk. Want hij zag het Duitse volk als superieur. En het uh, Russische volk als uh, untermensje. Dus als mensen die eigenlijk verwijderd moesten worden van het land. De Sovjet-Unie was communistisch. En Hitler zag het communisme als een groot gevaar. Hitler zag uh, communisme zelfs als een groter gevaar dan dat hij Joden zag. Want hij was, zijn hele campagne was in het begin erop gefocust dat de, Sov dat de communisten juist het gevaar waren. En de Sovjet-Unie had heel veel graan en olie. En Hitler had dat juist nodig voor de oorlog. Hij wilde dat allemaal gaan bezetten en innemen, zodat hij de oorlog door zou kunnen voeren. Maar die oorlog die gaat in de Sovjet-Unie gaat in het begin gaat die van. Fantastisch. Het is voor uh, Stalin had hij een paar hele rare fouten gemaakt. Zo had Duitsland het voor elkaar gekregen om in de eerste week van de oorlog al de voltallige luchtmacht van de Sovjet-Unie te bombarderen. Waardoor Duitsland de enige was die vliegtuigen had in de Sovjet-Unie. Dus Duitsland die kon makkelijk overal bombarderen en alles aanvallen wat ze wilden. En Duitsland die, die rukte echt heel snel op. Ze waren heel erg snel. Uh, die boek zegt zelfs, wacht eventjes. Binnen twee weken waren de Duitse tanks al zo'n 650 kilometer naar het oosten gedenderd. Dus dat betekent dat die gewoon binnen twee weken al 650 kilometer hadden veroverd van uh, de Sovjet-Unie. Dus dit was echt een hele snelle en goede opmars van Duitsland. Maar dit gaat ook weer stuk lopen. Dit, dit blijft niet goed gaan. Maar goed, de oorlog in Azië gaat ook anders. Want Azië heeft, um, daar gaat het niet per se tussen Duitsland en anderen, maar dan gaat het over Japan. Want Japan die was ook bezig met een enorm rijk te stichten. En voor 1939 had Japan eigenlijk al heel veel veroverd. Maar dat is nog niet echt het moment dat er een Tweede Wereldoorlog begint. Japan had toen gebieden veroverd in uh, Korea. In uh, China en andere gebieden. Maar vanaf nu gaat Japan ook uh, grotere vissen aanvallen, zeg maar. En zij vallen op 7 december 1941 Pearl Harbor aan. En Pearl Harbor, dat is ja, Hawaii eigenlijk. En als je op dit kaartje kijkt hiernaast, dan zie je dat Hawaii. Eigenlijk midden in de Pacifische. Nee. Jawel, de Pacifische Oceaan ligt. En dat is ook de plek waar de hele Pacifische vloot van Amerika lag. Dus als op het moment dat Japan dit aanvalt, bombarderen zij eigenlijk bijna de hele Amerikaanse vloot. En wat, waardoor Amerika niet meer in zou kunnen grijpen. Helaas voor Japan kan Amerika nog best wel goed ingrijpen zelfs. Maar goed, dit is het moment dat er weer een enorme verandering komt in de Tweede Wereldoorlog. Want de Verenigde Staten die eigenlijk nergens mee te maken wilden hebben, die gaan zich nu ook bemoeien met deze oorlog. En die gaan ook aanvallen. Dus de VS die gaat meedoen aan de oorlog. Nou, dat betekent dat er twee kampen ontstaan in de Tweede Wereldoorlog. De Asmogendheden, dat zijn de landen die je op dit kaart ziet in het zwart, dat zijn de gebieden die uh, onder Duitsland, Italië en Japan vielen. Dat zijn de bad guys eigenlijk. En de geallieerden, dat zijn de good guys. En dat zijn dan voornamelijk de Verenigde Staten, de Verenigd, uh, Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie staat hier in het rood. Maar dat is eigenlijk een beetje raar, want de Sovjet-Unie hoorde hier ook gewoon bij de blauwe. Want de Sovjet-Unie was gewoon een van de geallieerden. En zij waren best wel vriendjes van elkaar op dit moment. Later niet meer, maar op dit moment wel heel erg. De, nou, de winter van 1942-1943 is dan een flinke keerpunt in de oorlog. 1942 komt de slag bij Stalingrad en de slag bij Stalingrad dat is een gevecht om uh, Stalingrad. Dat is een stad in de Sovjet-Unie en het Duitse leger wilde deze stad heel erg graag veroveren, want Hitler, uh, de Stalingrad die is genoemd naar Stalin, vandaar ook Stalin. En Stalingrad moest uh, veroverd en vernietigd worden door de Sovjet, sorry, door um, Hitler, want dat was de, de stad die de naam van zijn grote tegenstander doet. Dus het moest gewoon vernietigd worden. Maar Stalingrad, wordt ook veel te hard om gevochten. En dat betekent eigenlijk dat uh, de Sovjet-Unie langzaam aan dat Duitse leger weet te omsingelen en te vernietigen. Van, en vanaf dat punt gaat de Sovjet-Unie juist een tegenaanval beginnen. Dan gaan ze juist proberen, niet eens proberen, gaan ze doen. Gaan ze Duitsland terugdringen? Want de Sovjet-Unie heeft op dit moment een enorme oorlogsindustrie opgepakt. Uh, Gebouwd. En dat betekent dat de Sovjet-Unie echt tank na tank zo die fabriek uit kan laten rollen. En dat kunnen we meteen naar het front kunnen meteen gaan schieten. Dit. Dus Duitsland wordt hier teruggedrongen, want zij hebben niet genoeg om al die Sovjet-tanks over, over op te knallen. Nou, dan hebben we 6 juni 1944. Nog een dag waarin het heel erg slecht gaat voor Duitsland. Want vanaf 6 juni 1944 landen de geallieerde troepen onder leiding van uh, met name dan uh, Canadese uh, uh, Engelse en Amerikaanse troepen... die landen in Normandië. En daarmee begint de bevrijding van West-Europa. Dit is... Oeh, huh. het begin waarin Frankrijk... en deel van Frankrijk wordt bevrijd. En dat dit leger gaat later ook... naar Nederland om Nederland te bevrijden. Nou, Duitsland die wordt steeds verder teruggedrongen. Op dit plaatje zie je Duitsland op het moment... dat eigenlijk heel die oorlog klaar is. Duitsland wordt gesandwiched eigenlijk... tussen de Sovjet-Unie en tussen Amerika. Na de geallieerden aan de westkant... And... Um, Duitsland wordt steeds verder vernietigd. En er blijft niks meer over van heel die Duitse overmacht die er was. Dus op 1945 wordt de slag om Berlijn gestreden. En die slag om Berlijn die gaat voornamelijk tussen Duitsland en uh, de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie vernietigt hier heel Berlijn. Hij, nou, niet vernietigen, maar nemen ze in en vernietigen ze bijna helemaal. Dus zij nemen Berlijn in als de hoofdstad van Duitsland. En dat is eigenlijk al het einde van de oorlog voor de, voor, uh, de Duitsers. En Hitler pleegt dan zelfmoord. Want hij wil niet in handen vallen van de Sovjets. En hij wil gewoon sterven met Nazi Duitsland. Nou, die oorlog met Japan die gaat nog wat langer door. Want um, vanaf het moment dat Berlijn is veroverd, geeft, uh, capituleert Duitsland. Maar Japan dat is een iets moeilijker gebied om te veroveren. Want Japan is niet één groot land. Dat is, dat, dat, dit rijk bestaat uit heel veel kleine eilandjes. En dat betekent dat de Amerikanen van eiland naar eiland naar eiland moeten om al die eilanden daar. In te nemen. Om maar dichtbij dicht bij genoeg te komen. Bij, Duitsland, bij Japan. Om dan te kunnen gaan bombarderen. En dat is eigenlijk island hopping. En vanaf het moment dat zij een eiland in de buurt van Japan hebben veroverd. Dan gaan zij er eigenlijk vanuit. Nou, we gaan er eens voor zorgen. Dat deze oorlog gewoon meteen klaar is. Want wij gaan atoombommen op Japan gooien. Die hebben wij. Kunnen we aan iedereen laten zien hoe fantastisch wij zijn. Want wij hebben hele grote atoombommen. En met deze atoombommen gaan zij uh, heel die oorlog gewoon in één klap stilleggen. Op 6 augustus 19. 45 wordt de eerste atoombom op Hiroshima gegooid. Japan geeft zich nu nog niet over, want Japan denkt van nou, dat is misschien de enige bom die ze hebben, maar we gaan nu juist keihard even terugstrijden. Maar op 9 augustus wordt de tweede atoombom op Nagasaki gegooid. En vanaf dat moment heeft Japan eigenlijk wel door van, ja, misschien dat we dit niet meer gaan winnen. Dus uh, dan capituleert Japan op 15 augustus. En dat is dan officieel ook het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus op het moment dat Duitsland verslagen was, gaat die oorlog nog eventjes door voor Japan. En uh, met die atoombommen, dat is het laatste deel van Japan geweest en het laatste deel van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is het einde. Nou, dan komen we weer eventjes bij de lesstoelen. Jullie kunnen uitleggen waarom de slag om Stalingrad als een keerpunt gezien wordt in de Tweede Wereldoorlog. Dat is voornamelijk omdat het het eerste moment is dat Duitsland. Uh, dat die grote opruk van Duitsland, dat het tegengehouden wordt. En dat Duitsland verslagen wordt en dan weer juist verder teruggedrongen. En jullie kunnen uitleggen wanneer de Tweede Wereldoorlog voorbij was. Die Tweede Wereldoorlog die was voorbij op het moment dat Japan zich overgaf. Na die atoombommen op Nagasa Hiroshima en Nagasaki.